Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb de hele ochtend achter mijn laptop gezeten. Ik heb nu een afspraak buiten de deur. Daarna ga ik sporten. Het is heel heet, maar ik ga leg day doen. En mijn bijles gaat niet door, hoor ik net. Dus helaas, als je het weet, heb ik vorige week echt weinig bijles gehad. Nu dus weer een bijles die niet doorgaat. Dus dit is echt niet... Hier kan je niet op bouwen. Maar oké, let's go naar mijn afspraak. Ik ben niet te laat. Yay. Echt een cadeautje, dit mooie weer. Deze hele week. Oh, wat lekker. Mocht je nou trouwens een linkje hebben van een kledingstuk die dus lijkt op dit. Een jasje die je als jurk kan dragen. Laat het me weten. Want I need it in my life. En nu draag ik dit elke dag. Nou, ik heb geen beelden gefilmd in de sportschool. Maar dat vinden heel veel mensen saai. Leuke vlog. Ik ben klaar met sporten. Nu lekker naar huis. We hebben lekker omdom sushi. Meestal doen we een beetje op zondag bestellen. Maar gisteren hadden we geborreld. Dus nu hebben we lekker sushi. Heb je er zin in? Yummy. Lekker. Kijk hoe lekker. Ebi fry, dus garnaal. Geflambeerde zalm. Normale zalm nigiri. Vega sushi's met komkommer. Dit is zo gepikkelde radijs. Twee keer avocado. Hier weer diezelfde. En weer hetzelfde. En deze zijn echt heel lekker. Zalm avocado makkies. Dit is dus coconut aminos. Dus dat is geen echte soja. Deze hebben we heel lang niet meer gehad. Tegenwoordig nemen we die nooit meer. Maar dit is mijn lievelings. Nog steeds wil ik ze niet allemaal met sojasaus eten, want die proeft veel beter de smaak zonder. Dus ik vind het heel lekker met alleen maar wasabi. In de file. Mijn moeder had al gewaarschuwd voor file. Nou, ik moet zeggen, ik ben maar 12 minuten later. We hadden zeg maar een soort van, mama zei tussen 9 en half 10. Ik zei nee joh, ik ben er om 9, maar ik ben er 9 uur 12. Ik ging echt op tijd weg. Ik heb nog hoop voor mezelf. Ik ben al 2 dagen zeg maar op tijd vertrokken. Dat is best bijzonder voor mij nu. Ik rijd nu naar mijn moeder toe. We hebben afgesproken. Lekker vroeg. Zo, ik was echt om. Hoe laat was ik wakker? Nou, heel vroeg. Ik vind het wel lekker. En het wordt zo mooi weer deze week. Morgen vieren we haast verjaardag. Hij is zondagjarig, maar dit weekend is mijn bonusdochter er niet. Dus we willen het... We gaan dus woensdag vieren, omdat we niet zeker weten. Misschien mag ze zondag eventjes langskomen, maar dat weten we niet. Dus voor de zekerheid vieren we gewoon woensdag. Ik heb dus die rituals dingen. Dan heb ik een kaart waarop ik ga schrijven. Nog iets wat we allemaal gaan doen binnenkort in Amsterdam. En... Oh, dat schilderij. Oh, kak. Dat moet ik dus voor 11:30 bestellen. En dan weet ik nog... Ik heb hem echt letterlijk al een maand geleden gemaakt. En nog niet besteld. Wat ik elk jaar doe. Een schilderij met foto's van... Ons drietjes en een paar andere mensen. Gewoon leuke foto's. Ik probeer, het doe er altijd heel lang over. Want eerst kies je automatisch een beetje de mooie foto's die je ook op Insta zou plaatsen. En dan daarna denk ik, nee, ik vind het toch leuker om die persoonlijke, lelijke, random foto's die je maakt te gebruiken. Maar we maken niet zoveel foto's. Ik maak ook echt nooit foto's. Dus daar was ik een beetje te lang mee bezig. En ik wilde een taart bestellen, maar ik dacht misschien is het wel leuk om gewoon zelf een taart te bakken. Mijn bonusdochter is er ook vandaag. En dan dacht ik... Misschien kunnen we vanmiddag, maar ik weet niet hoe laat ik er thuis ben. Het is natuurlijk best wel vroeg dat ik weg ben, dus misschien ben ik ook alweer op tijd thuis. Maar we kunnen misschien samen een taart maken of zo. Dat is wel heel leuk. Ben jij een mooie papegaai? Ben jij een mooie kip? Jij bent een mooie vleeskip. Hi, boetje. Ben je niet zo mooi, kiekeboe? Kiekeboe, jij bent mooi. Kiekeboe, jij bent mooi. Een druifje. Oh, lekker, Kies. Lekker voor Kiekeboe. Kiekeboe, mooi. Maar kan Kiekeboe dat sap eigenlijk wel? Dat is helemaal op. Hoe dan eigenlijk? Drinkt het een beetje leeg. Oh, met het tongetje. Hey, mooi boekje. Poesie, miauw. Nou is dit? Breakfast. Nou? Oh, nee. Lekker fietsje heeft papa. Heerlijk. La 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 la. Ik heb voor 7 euro deze geweldige meloen gekocht. Mensen zeggen ze dat lange vormen niet lekker zijn, maar kijk hoe goed deze eruit ziet. Ik kon bijna niet tillen, want ik had ook nog boodschappen in mijn hand, maar hij deed dit. En het is zo heet, ik ben bij de max, dus ik ga nu weer naar huis.
Ik ben over een kwartier of zo thuis, 20 minuten, maar ik heb een matcha gehaald bij de Starbucks. En het is een go-to box, maar dat zeg ik zo, want veel herrie. Ik heb gevraagd om 6 schepjes. Normaal is het 4. Super lekker met havermelk, maar precies als thuis. Hele aardige vrouw. Ik luister Halina en Caries trouwens. Vind ik wel lekker om te luisteren. Niet heel geweldig. Wow, geweldig, maar gewoon lekker om te luisteren. Ik ben zo blij met die geheugenkaart. Ik heb geproefd. Ik kan gewoon nog bijna 4 uur filmen. Heerlijk. Maar die vrouw die daar werkte, was zo aardig. Dus dat ze eerst barista was en nu de bedrijfsleider of manager. Inmiddels al 6 jaar bij Starbucks en hoe leuk ze het vindt. Maar ze gaf complimenten over mijn jasje. Toen we door de stad liepen zondag, kreeg ik ook al een compliment. Iemand die op het terras werkte bij Pavarotti liep helemaal naar me toe om te zeggen wat een leuk jasje. Dus ik zeg dan ook als ik tegen haar van ja, ik heb dit echt letterlijk al meer dan 7 jaar geleden gekocht. En iedereen zegt altijd wat je niet meer draagt moet je wegdoen. Maar daar ben ik het dus niet mee eens, want ik droeg hem nooit en nu draag ik hem de hele tijd. En ik kan nergens zoiets vinden. Ik wou dat ik meer van dit soort jasjes had. Heerlijk. Maar ik krijg er heel veel complimenten over. Superleuk, ik vind hem ook wel leuk. Maar ik zag dus dat er een Too Good To Go box stond. Vanaf 7 uur zei ze, oh als je wil kan ik hem eraf halen. Kan je nu hier een Too Good To Go box meenemen. En toen ging ik even kletsen over TikTok. En ik vertel niet snel van ik heb een YouTube kanaal. Dat vind ik zo raar. Alsof ik wil opscheppen ofzo. Terwijl ik helemaal niet vervolgers heb. Maar het kwam gewoon toevallig ter sprake. En toen vertelde ze dat zij er altijd best wel veel in doen. En nu ga ik er dus even of in mijn vlog of op TikTok doen. Maar ik heb hier een hele tas met goodies. En morgen vieren we het Hazen verjaardag. Dus als er allemaal gebakjes in zitten, ja, dat is dan morgen ook nog lekker. Zou wel leuk zijn. Dus, ja, leuk. Daar kan ik echt zo vrolijk van worden. Gewoon zo'n 5 minuten momentje. Weet je, net als op de markt zondag. Zo'n leuk gesprek met dat meisje. Met die was dan ook juf, bij wie ik die paarse oorbellen heb gekocht. Die is nog juf en die heeft dan ook een webshop. En dan kan ik helemaal genieten van dat soort korte gesprekjes. Zoals nu ook met haar. Zo leuk. Vind ik echt heel leuk. Dit is het tasje. Het is echt mega vol. Ik denk dat het leuker is als ik er een TikTok van maak. Er zit zelfs een broodje in. Weet je hoe lekker heel dat vindt om dat morgen mee naar zijn werk te nemen? Super leuk. Het is 30 graden. Oké, allereerst. Dit is echt super chill. Het is trouwens vandaag 5 september. En deze helpt er tot 6 september. Ik twijfel er serieus nog om deze te kopen, hè? Kijk hoe lekker. Ik zat er nog naar te loeren. Toen dacht ik, nee, ik hou bij matcha. Dit is een carrot cake. Chocolate chip cookie. Oh. Ik zie het lekker. Oh. Dit is een cheesecake. En appeltaart. Dit is wel heel veel. Oké, thanks voor het kijken. En vergeet me niet te volgen voor meer. Doei. Oké. Nou, dan weten jullie ook wat erin zat. Ik hou van thuiskomen en dat er al eten is. Oh, deze banaan is echt heel rijp. Wow. Kan dat nog? Denk het. Wat een herrie, ik zet hem even uit. Ik doe even een mixje van... Ik heb dus 3 bananen. Mix van grove en fijne havermout ga ik doen. Even gewoon proberen. En ik heb weer niet de lid op inderdaad. Ik heb net weer helemaal schoongemaakt. Ik heb weer niet de lid op in de kaas. Helaas. Maar... Deze is ook een goede optie. Dan ga ik dus even naar mijn bijles Instagram, want daar heb ik een foto van het recept. Vergeet ik steeds uit mijn hoofd. Ik doe het normaal gewoon op gevoel, maar uit mijn hoofd weet ik het niet. Bijles van juf Charlotte. Ja, hier. En dan doen we dit. Eerst even de bananen sprakkels. Zo. Ik weet dat Miljuska een keer zei, je bananen moeten zo rijp zijn dat ze de fruitschaal uitlopen. Nou, dat is dit, denk ik. Jeetje, ik vind dat echt niet lekker. Zeg maar, die geur vind ik gewoon zo vies. Ik zou dat nooit zo eten, maar om mee te bakken is het volgens mij top. Ik weet niet of het te rijp kan zijn. Ik denk het niet, eigenlijk. Zo, banana. Oh, wat een sterke bananensmaak. Echt niet lekker. Oké. Tear. Then we put 200 gram fijne havervlokken. Het is nu eigenlijk voornamelijk fijn. Er zit een beetje grof doorheen. Hier, nu komt er wat grof. Yes. Veel, hè? Ik heb ze al 2 weken denk ik niet gemaakt. Er lag een restje in de pot, het is helemaal beschimmeld. Dit is 200 gram. And then we're going to add the peanut butter. 6 eetlepels. Tablespoons.
Met dus, ja, ik weet niet of jullie dit nog willen zien, want ik heb het al zo vaak gezegd, maar 100% pindakaas met stukjes. En die van de Lidl heeft dus veel betere stukjes erin. Ik ga meteen even die kaneel zo erop gooien. Dat scheelt me weer dat ik 100 keer moet roeren. Oké, we hebben geen kaneel. Nou, eigenlijk stiekem altijd al benieuwd dit zelf. Hoe het zonder kaneel smaakt. Je zou ook chocola of zo kunnen doen, maar ik vind het allemaal niet nodig. Dan ga ik het gewoon roeren. En dan is het klaar. Misschien nog een schepje pindakaas, maar misschien ook niet. Kijk, het levert trouwens zo weinig troep. Dit is alles wat je hebt. Nou, dat spoel je zo af of doe je in de vaatwasser. Maar ik dacht, ik doe het even een keer in muffinvormpjes. Vond ik wel een keer leuk. Heb ik een keer een goed vormpje. En heb ik ook even, ik had geen zin om bakpapier op een bakplaat te doen. Zorg dat ze allemaal ongeveer even groot zijn. Dat doe ik normaal niet. En deze koekjes vind ik altijd, dit weekend is mijn bonusdochter er weer. En als zij er is, vind ik het altijd ook heel chill om deze te hebben gemaakt. Want als we bijvoorbeeld naar sport gaan of de deur uitgaan, neem ik eigenlijk dan altijd voor ons allemaal zo'n koekie mee. En dat is gewoon heel relaxed. Want je hebt altijd wel zo'n momentje dat je onderweg even trek krijgt. En dit zijn er gewoon, ja, iedereen vindt ze lekker. En ze zijn gewoon heel voedzaam. Goede voedingsstoffen. Lekker. Voor kinderen zijn deze dingen echt top. Nou, normaal kwak ik ze dus gewoon op een bakplaat, maar nu ben ik ze een klein beetje aan het zorgen dat ze allemaal ongeveer even vol zijn. En allemaal ongeveer even gaar. Dan doe ik ze dus op 220 graden voor een kwartier, denk ik. Beetje aankijken. Ik hoop dat ze niet gaan... Ik had ze even moeten insmeren met kokosolie misschien, maar goed. Ik ben even op de lazy tour. Je hoeft ze niet heel erg aan te drukken. Ik zit ze nog even gelijk te maken. Nou, zo vind ik het wel goed. Hier het thee aan het zetten, dat thee ding is kapot. Omdat ik nooit thee drink in de ochtend. Of iets drink in de ochtend, dus dit goed. Kijk, dit zijn ze dus. En ik vind het heel chill in zo'n vormpje, want ze zijn daardoor wat hoger en wat smeuiger van binnen. Kijk, ik zal even de binnenkant laten zien. Dit is trouwens al een paar dagen later, want ik was vergeten te filmen. Maar ja, top. Morning, ik was echt alweer om 6:15 of zo wakker. Ik loop nu lekker naar de gym. Lekker vroeg, want het wordt 30 graden vandaag. En deze fles, die ik dus wel, waar ik er meer van heb, van de Hema, heb ik gisteren gekocht bij de Hema voor 5 euro. Dat was afgeprijsd. Het zijn echt mijn favoriete flessen. Alleen bij heel veel flessen zijn ze gaan lekken omdat die ringen kwijt zijn geraakt. Dus ik heb er weer één. Let's go. Oké, ik heb boodschappen gedaan. Ik ga gewoon weer die salade maken die ik nu steeds maak. Ik kan beter gewoon van die simpele tomaten hebben, maar ik dacht dat we die nog hadden. Dus die heb ik niet gekocht, hebben we niet. Maar doe ik het gewoon hiermee. Dit zag ik in die bak liggen, dacht ik, nou prima, dit erbij als warm eten. We hebben ook nog borrel en haring. En dan wil ik dus deze gaan maken. Ook al heb ik nu wat van Starbucks. Ik heb wat dingen ingevroren, want ik vind het toch wel heel leuk. Maar dan wil ik proberen met zo'n vulling, met zo'n binnenkant te doen. Daar heb ik dit voor. En dit lag in zo'n korte bak. Wat heb ik nou nog meer nodig? Melk en eieren. Ik ga nu dit eten, heel random, maar dat heb ik zin in. Morgen ga ik naar Woerden en met Lotte overdag. Mijn springvormers is veel te groot. Ik wist wel dat hij iets te groot was. Maar dit is de taart. Dus ik denk dat ik hem in kwarten ga snijden. En dan gewoon... Zo'n klein taart. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Of door de helft. Dan is hij alsnog heel dun. Nou, dit gaat niet. Hier kan ik niks mee. Ik doe het gewoon op gevoel. Een soort koek ook. Want hij is natuurlijk 20 minuten. Is veel te lang voor zo'n dun ding. Maar ja, hij is wel mooi gelukt. Bijna goed. Zo goed. Dit is echt nog lang niet zo dik als je hem wil hebben. Zal ik het zo doen? En dan worden die puntjes veel te klein. Het zijn 5. Het kan. Zal ik het zo doen? Maar dit is een hele rare vorm voor een taart. Nou, ik wacht al eventjes tot de andere helft ook klaar zijn. Dit is in ieder geval al niet 100% goed gesneden. Ik wist het hoor, toen ik het erin deed van, oh, mijn springvormer is niet goed, maar ik had echt geen zin om een andere springvorm te gaan kopen. Hoppa. Want die ander moet ik dus ook scheef doen. Het ziet er wel cool uit. Hoe smaakt het? Nou,
net te droog. Dus die andere ga ik dan een kwartier doen in plaats van 20 minuten. Alright, dan dus is hier vast een borrelplankje. En wat je kan wel zien is dat ik tegenwoordig dus heel erg ervan hou om veel kaasjes te doen, maar dan kleinere stukjes. Vind ik leuk. Dus nou, dit hebben jullie vorige week ook allemaal een beetje gezien. Ik kan wel nog een keer zeggen, geitenkaas met speculoos. Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe alles heet. Dit is van Albert Heijn, Lidl, Markt, Markt, Lidl, Lidl, Markt, oh. En wat olijfjes, vijg. Ik heb gewoon één grote vijg gekocht gisteren. Lekker erbij. Dit mes is dus niet handig. Nee, fruitvlieg. Knappels, spek, worst. Toch een beetje vlees erbij. Dit is het al. Dit is echt niet heel veel ofzo, maar wel lekker. Wat een leuk jasje. Kennen jullie iemand op aarde die zo erg is als ik met kleding? Maar oké. Hagenus bonusdochter halen. Zijn bonusdochter. Mijn bonusdochter, zijn dochter. Mijn schoonouders kunnen ook mee komen. En dan gaan we lekker kleinschalig verjaardag vieren. Zin in. Hij heeft alles heel schattig versierd met deze ballonnen van mijn verjaardag die er over zijn. En ik denk dat we lekker binnen gaan zitten. Het is veel te warm. We vieren het voornamelijk natuurlijk voor haar, omdat zij gewoon super het verjaardag van haar vader natuurlijk wil vieren. En we vinden het zelf ook gezellig, maar haar hoeft niet per se het verjaardag te vieren. Maar hij zou nooit zeg maar het verjaardag op een andere dag nog speciaal gaan vieren, maar dat doen we dus echt voor haar. Super gezellig. Ik ga even mijn cadeautjes pakken. Dat is toch cute. Dat heeft hij ook allemaal voor haar gedaan. Dat ze dan, dat vindt ze natuurlijk fantastisch dat ze dan binnenkomt. Dan... Oeh, ballonnen, versiering. We hebben samen al cadeautjes voorbereid, ook voor zondag. Wat ik dan... Hier, deze kaart hebben we ingesproken. Die gaat ze dan, ga ik zondag geven, anders is hij er zelf niet. Hier heeft ze nog zelf allemaal cadeautjes, die moet ze zomaar pakken. Ik heb dus voor nu dit, die rituals dingen. Zet ik dit neer, mooie roze. Doe. Het blijft toch een traditie om de haring te vloggen. Ja, we hebben geen makreel meegenomen, want ik vond de makreel de vorige keer bij die visboer niet lekker. Dit is risotto. Lekker simpel. En de salade. Er is wel heel veel vocht uitgekomen. Maar nou eerst. Ja, dat is toch lekker? Ja, prima. Wow, het is echt heel mooi geworden. Ik ben echt... Jongen, hij is zoveel beter gelukt dan ik had verwacht. Bizar. Hallo, hallo. Ik ben in Woerden. Ik wilde dus, mijn idee was, oh, mijn oma woont hier en Lotte's moeder woont hier. Dus laten we hier afspreken en dan kunnen we elkaar zien. We hoeven allebei niet zo ver te rijden. Dan kan ik naar mijn oma en zij naar mijn moeder. Maar mijn oma gaf aan dat donderdag niet kan. Maar we parkeren dus nu wel bij mijn oma. Dus ik ga eventjes aanbellen. En zeggen, hoi oma, ik heb een stukje taart voor je. Dan ga ik weer weg. En als ze zegt, nee dat kan niet, dan leg ik het in de brievenbus. Want Lotte is iets later dan ik. Olé, deze hele week ben ik op tijd. Nou, ik was 7 minuten te laat doorvielen. Maar zij dus ook. Dus legit reden. Dus dat is toppie. Lekker kunnen doen en het zijn. Hi. Hallo? Hallo oma, ik kom niet langs, geen zorgen, maar ik wou even hoi zeggen, want we gaan nu met Lotte afspreken. Oh, dat schatje. Kom maar even boven. Oké. Okay. Heel kort hoor, dan ga ik gewoon weer weg. Helemaal sweetie. Oh, wat ben je mooi. Hier, wat ben je beeldschoon, meisje. Oh, I love you. Je bent echt super mooi. Die taart heb ik gisteren gemaakt. Hij is niet heel lekker, maar hij ziet er heel leuk uit vooral. Okay. Ik ga proeven. Oké. Okay. God bless you. Nou, toch leuk toch om even. Oh, is het 1 minuutje. Oh, nu vraagt Lotte waar ik ben. Denk ik. Oh, nu zit er een schilder. Hè, wie belde mij nou? Niemand. Hi. Ik ben naar mijn oma snel gegaan, stiekem. Ja, oh, wat goed. Ik dacht, ik doe het gewoon. Ik heb hier dus even dat... Oh ja, een stuk cake. En dus dit boek. Ik weet niet of ik dit al in mijn vlog mag houden, maar voor het geval dat. Echt inderdaad goede porties hier. Lekker gezet. Ja. Zoek bij Lot met... Ik wacht Lotte ei. Bedankt. Oh ja, ik dacht wel, wat is dat voor raar ja, stukje? Mozzarella. Ik dacht burrata of zo. Wat heb jij? Jonge groenten met radijs, bospeen, sla. Ik weet het lijkt, ze doen het heel goed. Gewoon, het ziet er in ieder geval als veel uit. Ja. Maar de zalm, kijk hoe goed mijn zalm is. Ja, die ziet er echt perfect uit. Want die kan heel erg tegenvallen. Ik zei toch, dit is wel een goed teentje. Dit is geroosterde bloemkool. Yummy. Lekker met je boter, heerlijk. Nee, ja, ik denk dat... Dan hoor ik mezelf praten, denk ik. Over. Nee, en je wil natuurlijk ook... Ja, ik heb een... geen idee. VR lemonade. Ja. Het lijkt gewoon hetzelfde als jouw... Ja. Is het hetzelfde, denk je? Maar de glazen wel. Hey. Huh? Hey. Oh. Ik zag dit. Oh. Denk... Oh. Nee, heet water. Ik denk tenlijn.
Maar het is oh nee, dat is mijn pasjespandje. Wij gaan even een ijsje halen. Een ijsje halen? Ik heb echt een glowy skin, zeg maar. Maar ja, het is wel mooi. Het ziet er heel goed uit. Oh, hoe komt dat? Nee, ik heb juist voor mij nu nog wel een beetje onafijt. Maar nee, het is gewoon glowy. Ja, het is inderdaad heel mooi. Het is gewoon zweet, maar dat je dus in de schaduw zit, waardoor het niet heel erg zweet. Ja. Wij gaan even een ijsje halen. Ik vind het mooi zweet. Thanks, darling. Welkom, Harney. Ik vind jou ook mooi zweet. Met een pen. Nee, je hebt nooit echt zweet. Nee, dat klopt. Maar ik wil heel graag een jasje vinden, deze in een andere kleur. Want ik heb dit letterlijk. Ik heb het ook in mijn maar vlog gezegd. Waar je hem hebt gekocht? Ja, Zara. Maar Lot, ik heb dit deze week volgende heb ik nog niks anders aan. Maar boeien. Ja, maar dat is wel heel erg afval als je op YouTube zit. Ik heb vorige week een hele week in mijn hart gedaan gelopen. Zie je dat? Ja, maar ik had deze zeg maar ook de week ervoor. Dat zie je ook in mijn vlog. Ja? Ik had toch after 8 moeten doen. Kokos smaakt niet echt naar kokos. Oh, jammer. Meer melky. Oeps, ik vergeet altijd als je vlogt dat je aandacht trekt. Dus nu ga ik expres door. Prima. Ja, lekker. Weet je wat echt fantastisch is? Kijk. Kijk wat hier in beeld staat. Huh? Heb je nog ruimte? Ja. Hoe kan dat nou? Ik heb mijn moeder zei dus tegen me van, koop eens gewoon een keer een grotere geheugenkaart. Ja. Maar hoe vaak heb ik het al tegen jou gezegd? Dus nu, dit is echt al 2 weken niet geïmporteerd. Nou ja, oké, sinds mijn vlogbeelden heb ik niet meer geïmporteerd. Dat is fijn, hè? Ik heb echt nooit dat ik geen ruimte meer heb. Maar weet je hoe vaak ik moet zeggen, sorry, ik was te laat, maar ik moest nog importeren. Het is echt geen smoes. Kijk, we worden weer benepeld. Heerlijk. En een hommel. Oh. Ik vind het zo, fijn. Dit is wel heel lekker, zeg. Ja, maar ging nu bij mij niet. Ik denk dat ze om de beurt gaan. Oh. Net had ik hem helemaal over me heen, nu jij. Die man daarachter heeft een lekkere cocktail. Moskou Mule. Oh, we gaan deze even reviewen. Oké. Okay. Sorry, Lot en ik zijn zo van het kletsen vandaag dat we even geen vlog. Nou, Lot heeft sowieso geen vlog. Nee. Ik vlog echt altijd, hè? Altijd. Nou, mijn moeder wil dat eigenlijk niet, omdat er gewoon best wel veel gebeurt en zo. Nou, wat een leuk jurkje. Ja, als hij geen andere plek heeft, kan mijn moeder ook niet zeggen. Ik moet het ook echt uit mijn vlog knippen, ik zeg het 100 keer. Niemand vindt het erg. Ik vind het wel altijd heel fabulous, zeg maar zo'n ronde bril met je haar zo strak. Vind ik heel leuk. Wil je niet je stamper gebruiken? Oh, ik wil nog heel even met je brainstormen, maar even over mijn kookserie. Dat vind ik wel leuk. Oké. Okay. Moet je snel zijn. Je hebt nog 10 minuten. Ik vind hem wel lekker, hij is niet zoet, maar ik vind hem, hij is niet bijzonder. Nee, maar ik denk dat de bubbels hem misschien bijzonder maken. Ja, denk ik ook. Zo, Lot is weg. Ik ga nog even deur zeggen tegen oma. Ze doet niet open. Oké, ik ga die nog een keer bellen. Doei oma! Ik weet niet of je me ziet, maar doei. Oké, okay, let's go home. Hij is of heel lekker of heel slecht. Mama zei al dat haar bedoel van binnen geel was en niet goed. Kijk dan. Nou, niet leuk. Alright, bijlestijd en het is echt... Volgens mij is het laatste keer dat ik bijles heb gegeven vorige week maandag. Dus het voelt zo lang geleden. Maar hij kan er ook moment zijn. Begrijp lezen en spelling. Hij had zin in een ijsje. Nou, dat heb ik. Ik zit al de hele tijd twijfel dat ik deze wil. En ik dacht wel, maar ik denk dat ik hem toch laat liggen. Ik ben bij de TK Maxx. Hola. Ik zou dus met Elisa naar voetbal gaan kijken van Hill en Mark. En dan zouden we met z'n allen daarheen fietsen. Maar toen kwam hun oppas dus niet opdagen. Dus toen kon Elisa niet komen en dan vond ik het echt zo stom voor haar op dat ik dan wel zou gaan. Plus, wat moet ik daar doen op de voetbal? Ik ben daar 1 keer geweest. Slaat ook nergens op. Toen dacht ik, nou, dan ga ik even naar de stad fietsen. En daarna naar de sportschool die tot 10 uur open is. Maar die is maar tot 9 open. Dus ik ben alleen even bij de TK Maxx geweest. En ik ga nu naar de gym en dan ben ik daar pas om 10:30. Dan kan ik pas om 5:30 sporten. Maar goed, dan heb ik 35 minuten. Maar dan waarschijnlijk zeg ik zo een kwartier van tevoren dat ik weg moet. Maar het zal wel. Wat is dat? Het is hier zonder overdrijven denk ik echt 40 graden. En geen zuurstof. Ik doe alle oefeningen even 2 keer en dan zwaar. Want langer dan dat hou ik het niet uit hier beneden. Het is echt niet oké. Wow. Dat je denkt, ik val bijna flauw. Ik snap niet hoe mensen kunnen trainen met deze temperatuur. Er is ook niemand. Dus het is veel te heet. Je moet echt in de ochtend gaan als ze alles open hebben gezet. Want dit is not oké. Maar we zijn er al. Kijk, hier is boven kan het wel. Want ik ga iets even wat meer boven trainen. Want hier heb je tenminste ramen. Yeah. Dan maar even wat meer van deze apparaat vandaag.
buiten jullie als het zeg maar 30 graden buiten is en je sportschool geen airco heeft? Dit is echt nog geen zuurstof. Dan heb ik iets van, als je maar even bent geweest, dan heb ik toch weer alles even aangezet. Maar ik ga niet te lang door, want het is niet goed dit. Good morning. Wij gaan naar Vlietland. Daar zijn we vorig jaar ook geweest en we hebben dat dit jaar dus nog in één keer gedaan. Maar nou ja, de kans is heel groot dat dit de laatste twee mooie dagen zijn. Ha zei hij laat me een bootje huren, maar het was helaas alles al vol behalve van 12 tot 2 een motorbootje. Dus we wilden eigenlijk wat langer, maar we dachten laten we het maar wel gewoon doen. Want het liefst wilden we dan ook lekker gewoon in Leiden even eruit, maar dat is waarschijnlijk net te kort. Maar we gaan het wel zien. We gaan in ieder geval heel lekker varen. Coolboxje mee. We wilden het liefst weer gaan fietsen, maar dat werd ook een beetje te krap allemaal. Maar goed, matcha. En dan zijn we er zo. Gaat hij dus voort zitten zo achteruit. Zo makkelijk. Ja. Kijk, we hebben lekker even snel, want we moesten haasten. Een coolbox, hier zit wijn in. Lekker water, biertjes. Niet echt veel. Maar toch even lekker koud, dat is wel fijn. En daar is de Naked Beach. En we hebben 3 uur gekregen. Dus we gingen kijken of het toch... Ik kan echt niet praten met deze motor. Of het toch 3 uur maar kon en dat kon. Olé. Lekker hoor. Nou, vorige week op de fiets naar de markt en nu gaan we met de boot naar de markt. Zo gezellig. Oh, ik ruik al die stroopwafels. Ruik je het? Even afgestapt. Kaas. Vissie. Ja, ik heb weer 2 smaken in 1 bol gekregen. Watermeloen en witte chocola pistache. Dat was vorige week zo lekker. En nu gaan we weer. Harenkie, kaasje. Wow, dit wordt het. Boom. Oh my god. Kijk, hier is een bruiloft. Maar ik ben net te laat met filmen. Welke kant moet jouw kant daar naartoe? Oh, mooi haar. We zijn alweer een half uurtje thuis of zo. Even lekker wat gegeten. En nu lekker even douchen, opfrissen, omkleden. En dan gaan we spontaan ook nog even gezellig bij Hiels tante barbecuen met zijn zus en haar man en mijn schoonouders. Hij is morgen dus echt jarig, dus heel misschien gaan we daarna nog de stad in. Maar we kijken gewoon eigenlijk helemaal waar we zin hebben. Even douchen. Scrapino time. 16. Zij was dus dit. Ik heb echt een lunchgerecht. Ik heb een broodje zalm met avocado. Ik denk dat dit de avocado is. Ja. Ik vind het altijd jammer als ze zeggen avocado en het is smashed avocado. Maar goed. En hij heeft iets van buikspek met garnade. Hallo. Ik heb lang niet gevlogd. Wij hebben... Ik eet even de restjes van de komkommer. Gisteren ging om 5 uur slapen. We hadden een hele leuke avond gehad. Gezellig in Zoetermeer in de stad. Daarvoor bij zijn tante. Was heel leuk. Gebarbecued, gekletst, alles. Maar ik heb gewoon tegenwoordig iets van ik hoef dat niet allemaal in maart of helemaal de hele tijd. Want het wordt toch te lang. Vandaag zijn we, heb ik al gefilmd, even lekker naar Krombeek gegaan. Daar bij de Intratuin in Zoetermeer. Lekker geluncht voor haar verjaardag. Ja, toen kwamen zijn ouders nog even een borreltje doen. We hebben ze gisteren ook gezien, omdat hij vandaag jarig is. Nu zijn we eigenlijk net weg. We zijn gewoon lekker aan het chillen. We gaan nu borrelen zoals elke zondag. Zondag is ons avondeten eigenlijk altijd een borrelplankie. En het is veel te warm vandaag, niet normaal. Dus we gaan waarschijnlijk niet even buiten zitten. Misschien kan het nu inmiddels net. Lekker weer veel kaas. Eigenlijk alleen maar. Jam. Vorige week van de markt. Lidl. Markt. Geertje. Oh ja, ik moest jullie nog even laten zien wat ik had gekocht bij de TK Maxx. Dit vond ik een beetje duur, maar ik wilde het eigenlijk al een tijdje. Ik gebruik die gezichtsholder die ik voor mijn verjaardag heb gekregen echt elke dag bijna. Ik dacht, ik ga een keer echt van die stenen kopen. Ja, de stenen. Ik geloof hier al in. Dus dit vond ik wel heel leuk. En dit vond ik een super mooi tasje voor binnenkort. Ik heb wel een idee voor wie en wat, maar oké. Dit vond ik cute voor mijn vader, omdat het is echt zo'n beetje zo'n oudbollig kaartje. Maar ik vond het leuk omdat je dan een ander soort kaart hebt dan overal in de winkel ligt. Omdat het van TK Maxx is en met een kat. En een beetje vrolijk. Vond ik wel geinig. Deze vooral voor in mijn la met verjaardagskaartjes. Dat is ook weer lekker anders dan anders.
Dit is een hondenbakje en ik vond hem zo leuk voor gewoon chippies en dingetjes. Dus die heb ik ook meegenomen. En dan nog, ook leuk dat je het ook anders dan anders... Heb je niet hetzelfde papier als iedereen. Hier zat Happy Birthday met roze glitters. En dit is een soort van monstertjes. En dat vond ik ook wel grappig. So that's what I bought. Wat tof hoor. En dan is, hoe heet het? Made in China. Facial. Je moet olie op je gezicht doen. We beginnen bij je kin. Dan je jawline. Underneath cheekbone. Toward hairline. Dan naar de corner of the eye. Outwards. Over de eyebrow. Toward, tegen haar. Grens in. Voorhoofd naar haarlijn. Wow. Dat is echt een hele. Zo. Dat is best lastig. En dan is dit. Dit. Zo. Zo. Oh nee, die kant op. En dan zo. Zo. Het is niet heel makkelijk, maar ik doe het wel gewoon een beetje. Ik weet niet, als je zoals vroeger een afspraak hebt en je hebt nog een puffy gezicht, of zoals vandaag, als ik moe ben, dan kan dit best wel helpen. Ja, ik vind het gewoon leuk. Om even een beetje in verdiepen. Oké, dan ga ik de weekvlog weer afsluiten. Het is bijna 9:30, we gaan lekker in bed verder serie kijken. We kijken op Netflix Liebeskind. Heel goed. Tot nu toe. Vergeet niet te reageren. Laat even een leuke comment achter of wat je leuk vond aan de vlog ofzo. Mijn vorige vlog is echt letterlijk 90% zegt alleen maar of ze lange of korte vlogs leuk vinden. Dan denk ik, jongens, reageer even wat leuks ofzo. Maar goed, zou ik leuk vinden. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Volg op socials en volgende week weer te kijken. Ophouden poesie. Doei.